Afgelopen donderdag 7 november kwam er omstreeks 10:30 een brandmelding op de Rembrandtlaan binnen bij de brandweer van Veghel. De melding was brandwoning. Ter plaatse bleek het om het pand van de glaskunstatelier te gaan. De brandweer heeft nog geprobeerd de brand van binnenuit te blussen, maar dit mocht niet meer baten. De brandweer moest uiteindelijk het pand verlaten. Daarna sloegen al snel de vlammen uit het dak. En werd er door de brandweer opgeschaald naar middelbrand. Daarop zijn twee aanliggende woningen ontruimd en ook is de Rembrandtlaan vanaf het kanaal tot het kruispunt met de Lees lange tijd afgesloten geweest in verband met de bluswerkzaamheden. De brandweer heeft er alles aan gedaan om te proberen het pand te redden, maar dat mocht niet meer baten. Of er giftige stoffen bij de brand zijn vrijgekomen, kon de brandweer vanavond nog niet vertellen. Wel blijft natuurlijk dat rook altijd gevaarlijk is. Nutsbedrijven zijn ter plaatse gekomen om het gas, water en stroom af te sluiten.